Henk Wiesman, het werd vandaag een enerverende middag en een overwinning. Ik neem aan dat je helemaal tevreden bent. Ja, absoluut. Helemaal, als je kijkt naar het scoreverloop en je zo snel in de wedstrijd op een 1-0 achterstand komt. En dan de gelijkmaker vrij snel maakt. En vervolgens weer in ondertal komt te staan. Ja, dan weet je dat het een hele moeilijke middag gaat worden. Maar ik moet zeggen dat we dat als team, ook tactisch gezien, maar ook in de uitvoering, fysiek gezien, dat we dat uitstekend hebben gedaan. Na zo'n middag is het misschien zuurder om daarover te beginnen, maar de eerste 5 minuten begint niet zoals je hoopt. Nee, die was slecht. Daar worden we ook op afgerekend. De eerste beste voorzet ligt er gelijk in. En dat is iets waar van tevoren voor gewaarschuwd wordt en doorgesproken wordt. En als het dan toch gebeurt, dan loop je direct al achter de feiten aan. Het is natuurlijk, in zo'n wedstrijd is het heel moeilijk. Maar ik moet zeggen, we hebben het bewonderenswaardig hebben we het, hersteld. Je noemde het al, ondertal, na een half uur een rode kaart. Heb jij gezien wat er gebeurde? Ja, het was precies aan de overkant van het veld. Maar ik vond dat Nino, die ging het wel aan om de bal. En hij raakte de tegenstander wel, maar op een vrij ongelukkige manier. Ik denk dat het absoluut geen bewuste overtreding was. En of je dat nou als geel of rood moet bestraffen, ja, daar zit het een beetje tussenin. Ik denk eigenlijk dat het geel is. Maar goed, de scheidsrechter beslist tot geven van de rode kaart. Heb je op dat moment nog besloten om een tactische wissel gaan toe te passen? Nee, want we hebben tactisch anders in het veld neergezet. Als je goed opgelet hebt, heb je gezien dat we direct zijn gegaan van 4-3-3 naar de 4-4-1. En dat kon met de spelers die al in het veld stonden, dus dan ga je geen tactische wissel toepassen. De 3-1, 1 minuut later, was natuurlijk helemaal een heel goed antwoord natuurlijk, hè? Dat blijkt ook uit het feit dat we tactisch gezien vervolgens uitstekend hebben gedaan. Anders maak je die 2-1 en die 3-1 niet. Dan krijgen we de tweede helft. Dan is het de bedoeling om aan Lisse de bal te laten en dan afwachten om wellicht uit te gaan lopen. Is dat de tactiek? Nou, de tactiek is in ieder geval niet als je in ondertal staat dat je het merendeel balbezit gaat hebben. Dat lijkt me logisch. Dus dat betekent dat je het vooral verdedigend gezien goed voor elkaar moet hebben. En dat je in de omschakeling een tegenstander daar pijn moet doen waar je ze pijn kunt doen. En dat hebben we uitstekend gedaan. En dan een hat-trick van Virgil als een mooie beloning van deze wedstrijd, denk ik. Ja, geweldige beloning. Hij speelde ook een prima partij. Niet alleen in zijn doelpunten, maar ook in wat hij voor het team heeft gebracht. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als je een speler zoveel waarde kunt toekennen in zo'n wedstrijd. Even heel wat anders. Vorige week heb jij bekendgemaakt dat je na dit seizoen stopt. Heb je na afloop van vorige week zaterdag nog bijzondere reacties gekregen? Nee hoor, nee. Dat is heel gebruikelijk in de voetballerij. Dus wat dat betreft heb ik geen ongebruikelijke reacties gehad.